Tijd voor de douche. Is het deze week warm of koud? Marie-Louise Woestenborg en haar vrienden reiken hem uit. We zouden een dagdagje maken met de bus. Wij stonden te wachten en we moesten een kwartier van tevoren zijn. Dus toen kwam er een bus om 9:50 aangereden. Wij dachten dat die bus was, dus wij stapten in. En na 1,5 uur rijden was ik met mijn vrouw in gesprek. En toen bleek dat wij in de verkeerde bus zaten. Dus toen heb ik die hostes geroepen en toen zei ze, ga maar gewoon mee. We hebben een heel leuke dag gehad bij het museum met eten en drinken erbij. En toen hebben wij gevraagd aan de hostes van wat de kosten waren. Die vertelde toen van dat we niks hoefden te betalen omdat onze fout was, maar ook eigenlijk hun fout. Dus we hadden een heel luxe dag eigenlijk gratis gehad. En daarom geven wij een warme douche aan Nicole en Marcel van Sabe Tours. Gefeliciteerd, Nicole de Bruin en Marcel Marcelissen van Sabe Tours. Dit was Radar voor vanavond. Blijf ons mailen en volgen via Facebook, Twitter en onze nieuwsbrieven. Graag tot volgende week maandag.